Ik ga de komende 4 dagen spenderen in het grootste regenwoud op aarde. En moet ik gaan overleven op wat de natuur mij te bieden heeft. En ja, dit grote woud brengt behoorlijke risico's met zich mee. Zoals slangen, alligators, piranha's en jaguars. En mijn ultieme doel? Uiteindelijk een alligator jagen, vangen en opeten. Kom op, Frankie. Je moet je rechterhand moet je boven de ding pakken. Rallen naar onderen. Ja. Wie dan? Mijn hand. Dan. Dit is echt mijn eerste vangst in mijn hele leven. Ik weet nu gewoon hoe je moet vissen. Dit ga ik goed kunnen gebruiken tijdens mijn volgende survivals. Tja, ik ben Frank, een gemiddelde schooljongen uit Friesland die tot en met nu toe al redelijk wat survival ervaring heeft opgedaan in het verleden. Zoals hommels eten, visogen doorslikken, mijn eigen pis drinken en tenslotte riviermonsters vissen. En ja, vooral dat laatste heb ik nodig tijdens deze Amazone survival. Want er zijn hier vissen, alligators en slangen die groter zijn dan ikzelf. Maar goed, voordat ik in dat gebied wil komen, moet ik eerst nog 20 uur lang vliegen om vervolgens 1 uur met een veerpont de stad te verlaten. Om 2 uur lang met een taxi naar een afgelegen rivier te gaan, waar een klein bootje staat die ons nog eens 6 uur verderop brengt. Dus ja, ik kan je nu officieel vertellen dat mijn avontuur behoorlijk afgelegen begint. Alright, de tijd begint vanaf nu. De komende 100 uur moet ik gaan overleven op wat de natuur te bieden heeft. Oké, ik ben hier dus met mijn cameraman, een meisje en een gids. En dat is letterlijk het enige contactpunt wat we hebben. We zitten echt ver van de bewoonde wereld vandaan. Dus als er iets gebeurt, dan heb ik alleen hem die me eventueel nog kan redden. What is your name? Damien. Jungle Damien. Do you think we are awesome? I'm gonna see from tonight. Let's see if you're gonna survive that. Tja, vanavond krijgen we alvast een voorproefje van wat ons te wachten staat op de laatste dag. Namelijk die alligator vangen en opeten. Maar goed, dat zijn dingen voor later. Nu moesten we snel kamp opzetten en wat voedsel gaan scoren. Oké, we hebben hier een mooie campingspot gevonden. Hier gaan we onze base neerzetten als het ware. Alright, de hangmat wordt nu opgehangen. Ja, zodat we boven de grond kunnen slapen. En tevens is dit echt de belangrijkste regel voor een shelter in het Amazone regenwoud. En als je dus op de grond ligt, dan word je overspoeld met kakkerlakken, mieren, muggen en van alles wat. Zoals je ziet, zit wat water op dit blaadje. Regenwater. Altijd nice. Oh ja, het vis komt eruit en het is fucking geel. Oké, ik denk dat we bijna beet hebben. It's close. Tja, terwijl mijn gids en mijn cameraman het kamp gingen opzetten, ging ik bezig met de belangrijkste prioriteiten voor mezelf. Namelijk jagen voor voedsel en drinkbaar water vinden. Ja. Holy shit. Dit is mijn eerste piranha ooit. Zelf gevangen. Holy shit, nou deze gaat op de grill vanavond. Maar maat, kijk die tandjes. Look what I did. Fucking nuts, right? Huh? Is he still alive though? Black piranha. That's a small black piranha. Remember the big one I show you? Yeah. If you got that size, there are bigger ones there. Holy shit. The fuck, that's a stone that's burning. Kijk, ik ga nu een vuurtje maken. Yep, want ik ga mijn piranha natuurlijk niet rauw eten. Oké, daar gaan we dan, het vuurtje. Ik heb deze steen, deze aanversteker. Kijk, dit brandt gewoon. Een brandende steen, jongens. Als het goed is, moet dit nu gaan fikken. Alright, het vuurtje was klaar. Nu moet ik zelf natuurlijk even de vis gaan fileren. Of toch niet? Zij doet het toch even voor mij. Superhandig. Ik heb er geen flauw idee hoe je een vis moet fileren. Ik heb er eerder op die dag een vlindertje te gegeven. En nu doet ze dit vrijwillig voor mij. Ja, nice. Het goed dat we hier misschien een kleine bond aan het creëren zijn. Ik weet het niet zeker. Tja, dit meisje en de gids zijn opgegroeid in het enorme regenwoud. En in tegenstelling tot mij weten ze al jarenlang hoe ze zichzelf moeten redden in dit natuurgebied. En dus probeer ik tijdens deze video een vriendschap met hen op te bouwen en te bewijzen dat ik geen modern verwend nest ben dat al zijn hele leven voedsel krijgt voorgeschoteld van een lokale supermarkt. Ewa, zelf gefileerd en op die fucking stok getiept. Oké, het visje is lekker aan het bakken. Ik heb letterlijk gewoon pijn in mijn buik omdat ik 6 uur zonder eten zit. Oké, zoals je ziet, dit witte, het is vlees, dat zijn proteïnes.
Het is echt geweldig. Zie je dit? Dit, dames en heren, is een oogbal. Tja, ik kluif de volledige piranha helemaal op. Met zelfs de oogballen, omdat daar vochtig sap in zit waar ik zeer lichtelijk gehydrateerd door raak. Yo! Hold it! Ja, aan de bar, ja. Holy shit, ik hou op dit moment de krokodil vast! Holy shit, dan! Does this bite? It's like about, we can say like about a year and a half to 2 years old baby. Oh, holy shit, man! Gas, als... Come here. Look it still. Look here. That's a spectacle also. Spectacle, okay. Why does it... Pull okay. like this. Oh, holy shit, hij moet je heel eerlijk bekennen, ik leer hier veel van, man. Press him to the ground, okay? Let's go! Tja, deze eerste aanrakingen met zo'n reptiel waren nog vrij makkelijk vergeleken met wat er aan zit te komen op de laatste. Dus was dit de perfecte beginneroefening zonder potentieel gevaar dat een van mijn ledematen eraf kon worden gerukt. Tot rusten. Tot maat. Tot de volgende dag. Tot morgen. Dit wordt een taaie nacht. En nu maar hopen dat er geen rare beesten langskomen. Ik ben net wakker geworden en dit was de kutste nacht van mijn leven. Ik heb niet kunnen slapen. Zo, er is hier iemand wakker hoor. Ja. Hoe was jouw nacht? Ik heb echt nauwelijks geslapen. Fucking nat, jongen. Kijk, ja? Ik heb hier gewoon een plas water. Godverdamme. Tja, het heeft vannacht keihard geregend. En dus is er gelukkig ook wat regenwater opgevangen door onze hangmatjes. En daar maakte ik even goed gebruik van. En smeet ik hier gewoon zo 2 à 3 liter in mijn lichaam aan vol. Alright, ik ga mijn hut maken met behulp van hem, want ik kan niks. Maar wat ik wel kan, is dit. Measure from here to there with your pen. Alright, al deze stokken heb ik nodig voor de hut. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, allemaal op maat gehakt. Tja, de hangmat van de laatste nacht was niet helemaal waterdicht. En dus gingen we voor mij even de ultieme shelter maken waar geen waterdruppel doorheen kan komen. Zodat ik goede slaap krijg. Alright, we gaan nu touw zoeken wat uit de jungle komt. Tja, terwijl ik met hem deze hut aan het maken was, voelde ik dat hij weer lichtelijk respect voor mij kreeg na het ongemakkelijke moment eerder op de ochtend. Zelfgevonden touw werkt daadwerkelijk, holy shit. Deze hut is super goed tegen regen. Je ziet dat we zeg maar de bladeren hier layeren als het ware. Er komt geen drup doorheen, echt niet. Deze man zit gewoon een random stokje te roken. I never seen someone smoking a random stick off the ground. Ambe, the name, local name, Ambe. It's used for disinfection. Tja, door dit stokje te roken word je minder slap en meer gefocust. Wat ik wel nodig had na die slechte nachtrust. Mijn hele hutje is nu lekker af en nu kan ik mij weer focussen om eten en drinken te gaan vinden. En ik kan je nu alvast vertellen dat dat niet echt het meest smakelijke gaat worden. Hier kan dus een larve in zitten. Alright, Wessel, ik heb een dikke gevonden. Nee, gast. Zo dikke. Tja, dit kan nog wel eens mijn meest gore maaltijd ooit in mijn hele leven zijn. Dat ding beweegt nog letterlijk gewoon. En als je daar je kiezen op zet, ontploft het helemaal met slijm. Fuck, heb ik zojuist gegeten? Het vult wel, kan ik je eerlijk vertellen, maar het heeft een hele vieze nasmaak. Harder. Oké. Okay. Oh, holy shit, maat, we hebben water, ouwe. Ik heb er één. Holy shit, zie je die tandje? Dit gaan we vanavond eten, maat. Lekker. Ik niet bepaald. Ja, dat hoor je goed. Vanavond ga ik waarschijnlijk vis eten met een insectensoepje. Van mieren en larves. Gadverdamme. What the fuck? Gast. Niet. Die spin,
zo ongeveer. Ja. Tarantula's, wat de fuck. Nou, Frank. Gast. Nee. Dit is letterlijk... Nee, joh. Dit is letterlijk mijn enige lange broek, ouwe. Gast. Ja, deze man heeft één onderbroek meegenomen. Bizar. Tja, voor de rest van deze survival loop ik met een gat in mijn broek bij mijn ballen. En ja, je hebt een paar insecten gezien die hier rondlopen. Ik hoop oprecht dat ik bespaard word. Alright, onze gids heeft ons meegenomen naar een family house hier midden in het Amazonegebied. En ze hebben leuke plannen voor ons bedacht. So what did you fix for tomorrow? The local guy, Davizion, is taking his dogs and he's going to hunt. We are going to hunt with him. And for sure we're going to find some animal for lunch. Holy shit, gast. Dat is een alligator vergeleken met een mens. Met deze man gaan we morgen jagen. Dat spookt hij gewoon rond. Ja, blijf. Kijk eens aan, het avondmaal. Godverdamme. Alright, het is ondertussen 9 uur 's avonds en ik ga de larven en mieren eten. We hebben het hoor. Het smaakt gewoon naar popcorn, what the fuck. Ja. Oké, de derde dag brak langzamerhand aan en kwam ik op het leuke idee om een nachtcamera dicht bij ons kamp aan te zetten. Om te kijken wat er vannacht allemaal rondspookte in de buurt van ons kamp. Ik heb, om heel eerlijk te zijn, toch wel een beetje stress omdat die krokodil hier zou kunnen rondlopen rond dit kamp. Het is toch wel een enge gedachte, want zo'n beest blijft een beest. En als je ziet en hij heeft honger, dan ben je gewoon kapot. Dat is gewoon wel de waarheid. En is onze beet weg? Oh, hij is weg. Alright, hier lag ons visje die we hier hadden neergelegd en het is gewoon weg. Ik ben benieuwd wat dit dingetje heeft gevangen. Wat? Die slokt het gewoon op. What the fuck? Die is ook tering groot. Groot, jongen. Dat is best wel eng, man. Dat bleef hier gewoon, ouwe. Tja, voor hetzelfde geld had hij mij op een afstandje geroken en gedacht van... Hey, ik ruik nog meer vers vlees om op te eten. En dus, om mezelf iets meer veilig te stellen, liep ik naar een mierennest. En ja, toe. Mensen, dit schijnt te helpen om meer onopgemerkt te zijn voor die alligators. Holy shit, maat. Dit voelt fucking raar. Oh, holy shit. Dit ruikt anders. Moet je eens ruiken. Zo ja, het ruikt naar date bijna. This is how you cover the scent of the body. So animals don't smell human, they smell the ant. Wat ze hier dus mee doen is dat ik nu naar mier ruik in plaats van mens. Tja, met ongeveer 150 mierenbeet in mijn hand had ik volgens mij iets meer respect gekregen door mijn gids. En heb ik voor mezelf ook een mentale barrière doorbroken. Maar goed, het geurgedeelte komt later pas goed van pas, want nu vreet ik eerst mijn ontbijtje even naar binnen. Deze vissen komen dus uit het net van gisternacht. Top. Oké, hier achter mij zie je iemand die jaagt. Hij heeft zijn honden ook meegebracht. Fucking ziek. En blijkbaar hebben die een speciale geursens waarmee ze heel snel andere dieren kunnen vinden. Dus wij kunnen natuurlijk niet zo goed ruiken als je dat vergelijkt met een hond. Jup, dus de hond ruikt een dier op een afstand en is getraind om dan te gaan blaffen. Zodat de jagers, wij dus, naar de prooi komen en het neerschieten. They're going behind. But we saw the pig. Yeah, medium rodent. Like a big one. Alright, tweede poging met de jacht. We hebben avondeten nodig.
zitten. Ja, iets in de grond. Tja, die honden zitten kaart te blaffen. Hier moet gewoon iets zitten. Volgens mij hebben we beet. Wat is dit? Wat is dat? Een slang. Oh, dat is een fucking schildpad. Wandelen, wat? Do you take it? Yes. Ja? Yeah? Will you take it? Tja, morgenmiddag gaan we schildpad eten. Waar ik niet helemaal op zit te wachten. Maar goed, zo werkt deze cultuur nou eenmaal hier. Alright, we gaan even lekker douchen. We gaan even onszelf schoonmaken. Kidding. Holy shit! Ja, het is gebeten piranha denk ik al, hè? Echt? Kidding. Nee, hij maakt geen grapje. You're kidding, right? No, ik zie. Tja, in dit moment vergat ik alle onzekerheden en had ik plezier in het moment. Waardoor ik het gevoel kreeg dat ik een soort van vriendschap creëerde met de mensen hier. Nee, dat is gewoon niet mogelijk. En ja, ondanks dat ik misschien als een watje overkom, win ik wel het vertrouwen van deze mensen. En willen ze mij als het goed is wel helpen met mijn ultieme einddoel. Namelijk die alligator vangen en opeten. Alright, iedereen welterusten. Morgen is het dag 4. Ik ben benieuwd of we uiteindelijk die krokodil gaan vangen. Adios. Alright, het is inmiddels de volgende dag. En What's the fish net was here and now it's over that side. Why is it? Something took it. Holy shit. Let's go that side, please. Tja, iets in de nacht heeft met ons visnet gesjoemeld. Yeah. What the fuck? Maybe the big fish. Remember it only had one big hole, right? Yeah, now it has two. Many. Ripped. There was no net. Tja, we weten allemaal wel wie ons net heeft gesloopt. Ja, en op dat monster gaan we dus vannacht jagen. Wat hopelijk goed gaat aflopen. What the heck, dit is een lever van die schildpad. Delicious? Hier gaat de trekker. Ja, ik verstond er echt geen stront van. Maar één ding was duidelijk. Ik kreeg een stukje schildpad voor lunch. Ik zeg het niet snel, maar deze lever is oprecht gewoon lekker. Oké, we zijn gearriveerd bij de nieuwe locatie. Waar er een familie woont die gespecialiseerd is in het vangen van alligators. Ben jij er al klaar mee? Beetje. Alright, I promise you, I shoot in the head. I'll be just there to prove it. See it. Make it happen. We will see. Het ziet eruit alsof je niks van snapt. Ik snap er geen kut van, maar ik ga het wel proberen. Dat cabellinho aqui de enxerga aqui assim. Tja, voordat we gingen jagen op grote alligator, kreeg ik eerst even een cursus van hoe je het zware geschut gebruikt voor in noodgevallen. Got it. Let's go! What the fuck? Kijk die schedel, ouwe. Ik vind het zo spannend. Dat is zo gek. Alright, het avontuur begint hier. Ik heb die schedel gezien, ik weet hoe groot ze zijn. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou doen. Oké, goed, de wapens werden klaargemaakt en nu was het showtime. En jij vraagt je misschien af, waarom zou je 's nachts gaan jagen? Nou, dat heeft best wel een goede reden. Je kan namelijk met de zaklamp langs de kust schijnen. En als je dan iets ziet glimmen, dan weet je genoeg. Dat zijn namelijk de ogen die reflecteren van zo'n alligator. Oké, okay, maak dat ding nu klaar. We hebben een camera gespot. Nu is het showtime. You don't need to lose this spear, okay? You just go directly and stab it on the neck. Pull the spear crossways. A little, yeah. On the neck. Press. Mike, press it down. Holy shit, ik heb gewoon een krokodil gevangen, ouwe.
What the fuck? Tja, deze was nog redelijk klein. Dus gingen we verder op zoek naar een grote. Gaan ze nog voor een tweede? Ja, ik denk het wel. One more bigger one. Yeah, that'd be great. Yeah. Dat is een flinke jongen. Told you. It's a big one. Gift daar aan. Holy shit. Mat. Gast, ik sta gewoon te trillen. Ja, snap ik. Tja, het voelde allemaal wat onwerkelijk om zoiets groots van zijn leven te beroven. Maar ja, des te langer ik meer met deze mensen hier in het Amazone spendeerde, kwam ik er al gauw achter dat dit soort mensen al tientallen jaren, generatie op generatie, zo leven. Jagen, vangen, doden en opeten. En om eerlijk te zijn was ik daardoor veel meer in het moment en waardeerde ik elke hap die ik eet meer dan ooit tevoren. So, do you think I'm a really good survival man now? Be honest? Ja. Nou, dat is... Nee. De conclusie van de video. Ja, dat was hem. Voor de duidelijkheid, we hebben de hele alligator opgegeten met de familie en niks is verspild.